Saran. Daar Hofstra van Borger. Ik ben begonnen met zwemmen omdat ik bij zwemles bleek dat ik watervrees had. Dus ja, ik moest watervrij worden. Dus heeft mijn moeder me bij de zwemvereniging gedaan. Ik bleek ook wel een beetje talent te hebben, dus ik mocht gauw door naar de selectie. Via de selectie ben ik bij verschillende trainers terechtgekomen. Mijn mooiste race is inmiddels een paar jaar geleden, alleen dat was op een NK, waarin ik de 50 rugkrol mocht zwemmen. In de series startte ik. Ik lag niet vooraan, ik heb later een filmpje teruggezien. Ik lag na de onderwaterfase een beetje in het midden, zeg maar. Nou, in de eerste baan kwam ik voorop te liggen. Het ging allemaal helemaal goed. Na het keerpunt lag ik weer ergens midden in het veld. Dus het ging keerpunt wel niet echt mijn ding in die tijd. Maar in de laatste 10 meter trok ik hem heel hard door en daar werd ik eerste. Dus daar had ik mijn gouden NK-medaille had ik al binnen. Ook nog een andere voorslag in de benen. Dan kan ik bijna niet meer stuk op weg naar de finish. Een lengte voorsprong gaat zij hier deze wedstrijd op de 100 meter wisselslag tot een goed einde brengen. De meest interessante race van iemand anders die ik ooit gezien heb, is van een Engelse zwemster volgens mij. Zij moesten 400 wissels zwemmen en dat is gewoon een hele zware afstand. Waarin je dus alle vier slagen die komen voorbij. En in haar race lag zij zeker niet voorop, totdat de schoolslag kwam. En de schoolslag is best wel een cruciaal onderdeel in de wisselslag. Als je de schoolslag niet goed beheerst, dan is de wisselslag wel een hele moeilijke slag voor je. En in de schoolslag zwom zij de rest zo hard eruit en in de borstkool trok ze hem door. En zij is daar volgens mij kampioen geworden op een internationaal toernooi. Seasoned campaigner like Hannah Miley knows so much about, so much experience that she seems to judge it so well. Her butterflies come on a lot. We used to. Ja, om die doelen te realiseren, dat was toch vooral een heel technisch verhaal. Hoe kom ik uit de start? Hoe kom ik uit het keer? Hoe finish ik? Dus dat waren vooral wel techniekdoelen om uiteindelijk mijn prestatiedoel te bereiken. Dus heel veel techniektrainingen gedaan, heel veel filmen, terugkijken, opnieuw proberen, dat soort dingen. Ik ben sinds een tijdje weer bij een nieuwe trainer gaan trainen. En dankzij hem heb ik wel heel veel nieuw plezier in het zwemmen gevonden. En ook nieuwe doelen en nieuwe ambities gevonden. De komend seizoen zijn er weer twee NK's en mijn doel daar is toch wel gewoon weer in de finales te zwemmen en gewoon persoonlijke records neer te gaan zetten. Ja, ultieme vrijheid is voor mij denk ik, het zijn meer gevoelens denk ik voor mij, want ja, ultieme vrijheid is een beetje een vaag begrip, want we zijn in Nederland heel erg vrij natuurlijk, maar ik kan niet opeens, ik kan wel zeggen opeens, ik ga gewoon weg, ik ga compleet wat anders doen, maar ooit moet ik toch gaan werken om geld te verdienen en dat soort dingen, maar daarom denk ik dat de vrijheid een soort gevoel is wat je kunt hebben. En ja, als ik op een groot toernooi sta en het water in mag en gewoon een lekkere race zwemmen of nog niet eens gezwommen heb, gewoon vlak voor de race, dat voelt gewoon voor mij als vrijheid. Een beetje weg van de wereld, want als het water duizend wordt, gewoon niet zoveel, je ziet niet zoveel, het is alleen het water en ik eigenlijk. Ja, was ze? Netjes, eindelijk. Ja, mijn ultieme droom op dat gebied is natuurlijk wel om dat soort toernooien te gaan zwemmen en ook internationaal mee te gaan doen.
is denk ik wel vrij groot. Omdat het moment waarop het moet gebeuren is soms maar een paar seconden, nou, seconden tot minuten. In mijn geval zijn het vaak, zit ik nog onder de minuut qua races, want ik zwem vooral de sprint. En ja, als je dan een start mist of een keerpunt niet goed gaat, dan dat is heel belangrijk. Dus die focus voor de race, die, ja, die moet er wel zijn. Alleen, die kan ook heel snel wel doorschieten in te zenuwachtig zijn. En als je te zenuwachtig bent, dan gaat de race gewoon niet zo goed. Nou, een goede vorm te raken voor toernooien. Ja, pas ik mijn trainingen wel aan. Vlak voor de toernooien gaan we anders trainen. Meestal hebben we een soort taper week waarin je net wat rustiger aan doet, zodat je lichaam herstelt en dat je dan op het toernooi eigenlijk in je beste vorm bent. Ja, de focus ligt op korte termijn natuurlijk al wel op de technieken en de verbeterpunten daarin. Dat is iets waar je later vlakbij het piekmoment niet meer mee bezig bent. Dus dat doen we nu. En op lange termijn, of dichter naar het moment toe, dan pas ik ook wel mijn voeding en mijn slaap aan en mijn activiteiten buiten school en zwemmen, dan doe ik gewoon minder. Ik ben vorig jaar begonnen met de studie fysiotherapie. Die keuze heb ik wel deels wel gemaakt vanuit de sport natuurlijk. Ik wou iets doen wat een beetje richting de sport bleef. Natuurlijk is fysiotherapie veel breder dan sport, maar het wekte wel mijn interesse. Ik ben zelf veel bij de fysio geweest natuurlijk. In die periode had ik zoiets van, nou, misschien kan ik er beter mee stoppen. En, ik heb dat wel echt als heel belangrijk ervaren. En ik hoop dat ik straks ook andere mensen kan helpen om plezier te blijven houden in bewegen en in sporten. Ik weet niet of mensen dat moeten doen, want natuurlijk kun je inspiratie halen uit mensen. Als je wel voorbeelden hebt, kun je inspiratie uithalen. Ik zie alleen, ik moet wel eens in een serie zwemmen tegen een Olympisch zwemmer. Alleen, ik zie dat ook gewoon als een persoon die doet waar hij heel goed in is. En natuurlijk waardeer ik dat. Alleen, het is niet dat ik die persoon echt als voorbeeld neem of zo. Ja, uitgaan van je eigen kracht maakt wel misschien dat je meer bezig bent met wat je zelf kunt bereiken. Ik voel er niet zoveel voor om te werken, boodschappen doen, te eten, op de bank zitten, tv te kijken en dan 's ochtends weer op te staan om weer te gaan werken. Dat is voor mij niet het enige wat ik wil doen in mijn leven. Ik wil gewoon meer doen dan dat. En ja, zwemmen is dat nu. Ik heb in het verleden wel eens gedacht dat ik niet zo heel veel slaap nodig had en dat ik alles wel aankon, maar ja, dat werkte niet. Dus ik ben wel meer gaan slapen en ja, ook wel wat eerder denk ik. En hier bij mijn hoofd al terechtgekomen, inmiddels al bijna 6 jaar geleden denk ik. Ik was toen geblesseerd aan mijn knieën. Peter die wist toen wel wat er aan de hand was en wat het beter kon maken. En mijn oude fysiotherapeut wist het niet zo, mag ik misschien zeggen, maar wist het niet helemaal. En toen ben ik hier onder begeleiding gekomen en ja, mijn blessure is verholpen. En toen hebben we landtraining in mijn zwemschema geïntegreerd en daardoor ben ik eigenlijk alleen nog maar weer harder gaan zwemmen. En dat is ook het jaar waarop ik mijn eerste NK-medaille heb gehaald. Zitten, hè? Dus je denkt dat je later kunt? Ja, duurzaam leven is voor ons denk ik wel vooral op blessures gericht, op je eigen lichaam zeg maar. Dat je ook na je zwemperiode gewoon gezond door kunt. Onze manier van training houdt daar ook rekening mee. Als er geblesseerde mensen zijn, wordt de training gewoon aangepast. Ja, want er is na zwemmen ook een leven. Wanneer zetten mensen een goede prestatie neer? Ik vind het persoonlijk heel erg knap als mensen topprestaties kunnen integreren in hun
drukke, of in een normale leven met werk en studie en gezin en familie en zo. Dat mag dan misschien geen wereldrecord zijn, maar als mensen toch zichzelf blijven verbeteren en vooral ook de motivatie kunnen vinden om door te blijven gaan.